Marten, Hanne, ik kan het bijna niet geloven, maar ik ga het echt vragen. Wie wordt jullie nieuwe K3-collega? Wij gaan kiezen voor de persoon waarbij wij de afgelopen weken een heel fijn en vertrouwd gevoel bij hadden. Zowel backstage als tijdens repetities als op het podium. Ja, deze kandidaat hebben we ook echt zien groeien tijdens de wedstrijd. En het gevoel dat we hebben met die persoon is wel echt het gevoel dat we willen hebben met de nieuwe K3. De persoon die van K2 weer K3 gaat maken is Julia. Het is Julia. We hebben een winnaar. De nieuwe K3... is een feit, dames en heren. Hanne, Marten en Julia. Oh, wat fantastisch. Ja. Julia, kan je iets zeggen? Oh, wow. Oh my god, nee, ik kan niks zeggen. Ja, dromen komen uit. Hanne, is er misschien iets wat je nog tegen Amy zou willen zeggen? Amy, vanuit de 22.000 mensen ben jij hier geraakt zonder ervaring. Jij barst van talent. Wij zien u ongelooflijk graag. Het doet ook pijn om jou te zien vertrekken, maar wij weten dat er een toekomst voor u ligt hier in de showbiz. En we gaan nog zeker van u horen. Oké. Dames, ik ga jullie wegsturen, want jullie moeten die iconische regenboogjurkjes gaan aantrekken. En wij gaan met z'n allen genieten van het eerste optreden van de nieuwe K3. Dus hup, hup, hup. Ja, oké. Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.